TNO onderzoekt wat 5G kan betekenen voor onder andere de agrarische sector. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het inzetten van drones. Drones brengen de akkers tot op de plant nauwkeurig in kaart om zo gewassen optimaal te kunnen bewerken. Als ik met mijn drone over een perceel vlieg, heb ik een aantal honderden foto's gemaakt. Die foto's lijm ik aan elkaar tot één grote kaart. Met de dronebeelden kan ik bijvoorbeeld zien hoeveel biomassa er ergens zit of er plantenstress is. We kunnen zelfs onkruiden vinden. Door de gesteldheid van de akkers over een langere periode in kaart te brengen, creëren de drones een uniek dataprofiel. Door momentopnames af te zetten tegen dit profiel, kan de optimale gewasverzorging berekend worden. Die informatie wordt omgezet in een taakkaart die vervolgens weer door landbouwwerktuigen gelezen kan worden om te bepalen wat er moet gebeuren op de akker. Het verwerken van die data kost nu nog veel tijd en rekenkracht. 4G-internet is voor mij niet snel genoeg. Ik moet nu iedere keer eerst nog naar kantoor rijden om alle data te verwerken. Het 5G-netwerk komt dan als geroepen met zijn stabiele en razendsnelle netwerkverbinding. Wat ik eigenlijk echt graag zou willen is samen met 5G-internet dat ik een verbinding maak met mijn drone en dat alle foto's die ik maak direct verwerkt kunnen worden, zodat we ter plekke elke plant kunnen gaan beoordelen. De mogelijkheden van 5G en real-time dataverwerking zullen leiden tot een revolutie in de agrarische sector. Op die manier kan heel gericht onkruid bestreden worden in plaats van domweg een hele akker te besproeien met bestrijdingsmiddelen. Om echt gebruik te maken van de mogelijkheden van 5G is samenwerken met onderzoeksinstellingen heel belangrijk. En daarvoor werk ik graag samen met TNO. TNO zorgt ervoor dat de benodigde rekencapaciteit beschikbaar is en optimaal wordt afgestemd op de specifieke situatie, zodat data ter plekke real-time gebruikt kan worden. Voor dit dynamische hard- en softwarenetwerk worden technieken als cloud, edge computing en zelflerende algoritmes ingezet. Door deze verschillende technologieën bijeen te brengen, kunnen geautomatiseerde landbouwbedrijven werkelijkheid worden en wordt de potentie van 5G volledig benut. Zelfrijdende auto's zijn niet alleen veilig, maar bevorderen ook de verkeersdoorstroom. Ongeveer 25 sensoren en lasers heeft een auto nodig om te zien wat jij ziet. Maar als via het 5G-netwerk razendsnel informatie wordt uitgewisseld, ziet één auto ook wat de andere auto's zien. Bij het naderen van een druk verkeerspunt ontvangt de auto gegevens over weginrichting en verkeerslichten. Met behulp van 5G kan die informatie haast real-time verrijkt worden met de waarnemingen van het overige verkeer dat zich in de directe omgeving van het kruispunt bevindt. Met die informatie kan de zelfrijdende auto met een minimale vertraging reageren op onverwachte situaties, zoals een auto die door rood rijdt. Bij TNO ontwikkelen we algoritmes die bepalen welke informatie uit die enorme gedeelde datacloud relevant zijn voor jouw auto om de doorstroom te waarborgen. Zo zorgen we er bij TNO voor dat jouw auto altijd uitgeslapen en alert is, zodat jij straks veiliger op pad kunt.